Kijkers, de Milagros oogmissie is momenteel gaande in het Mungra Medisch Centrum in Ikeri. Samen met de Venezolaanse ambassade heeft de regering van Suriname het zo ver kunnen krijgen dat mensen die lijden aan cataract of vergroeiingen hebben in hun oog deze gratis kunnen laten opereren. Het Nationaal Informatie Instituut is hier geweest en heeft voor u de volgende reportage in elkaar gezet. Kijkt u met ons mee. Het Milagros-project is een deel van de bilaterale samenwerking die wij als Suriname als land hebben met Venezuela. Waarbij dus bij het medisch gedeelte een project is gestart, het Milagros-project. Het is een project dat Venezuela al jaren trekt met Cuba, zijn ze gestart ermee. Om de sociaal zwakkeren de gelegenheid te geven om ook de dure oogoperaties te kunnen ondergaan. Suriname heeft dus in deze ook hun medewerking verleend. Dat Venezuela hier ook onze mensen zou kunnen komen helpen. Milagros project zijn dus oogoperaties die zijn gedaan in de Surinaamse gemeenschap voor Surinamers door Venezolanen. En hoe lang is het project al gaande? Het project is al lang gaande. Ik moet misschien bij het begin starten. Toen onze BUSA-minister de overeenkomst had getekend met haar counterpart van Venezuela, zijn dus de zaken gaan rollen. En de afspraken zijn toegemaakt. Men is naar Suriname gekomen om te kijken als onze ziekenhuizen voldeden om de operaties te kunnen doen. Er was gekozen voor als pilotproject het MMC te gebruiken. Het MMC heeft Venezuela ook met open armen ontvangen. We hadden eerst een bezoek van de Venezolaanse ambassadeur en we hebben toen ja gezegd en we zijn ervoor gegaan. Er is toen op 3 maart ook weer een stuk getekend, dus dat het kon shooten. In juni, juli is dus een oriëntatiedelegatie gekomen. Ze hebben ons goed bevonden, ze hebben de infra goed bevonden, ze hebben het land goed bevonden. En we hebben toen de voorbereidingen gedaan tot en met september. Op 30 september is dus de eerste groep gekomen tot en met 11 oktober om de mensen te screenen. Dat wil zeggen te filteren, omdat de operaties maar voor 2 soortige aandoeningen was bestemd. Dus ze moesten de mensen filteren. Ik mag u zeggen, bijna 600 mensen hebben zich aangemeld voor dit project. Uiteindelijk is maar een deel geselecteerd, omdat het om 2 operaties ging. 2 soortige operaties. Dat is dus in september, oktober gebeurd. En mid-oktober is dus de eerste groep gekomen die al heeft geopereerd. Dat is team A. Die zijn zondag weer vertrokken naar Venezuela. En bij hun vertrek hebben ze dus een switch gedaan met een team B. Bestaande uit oogartsen, internisten, anesthesiologen, OK-assistenten vanuit Venezuela. Die dus nu hier zijn in onze operatiekamers bezig de mensen te opereren. En dat duurt tot en met 25 november. Hoe vindt u dat u nu de gelegenheid hebt gehad om uw ogen te kunnen opereren binnen deze missie en dit project? Ik vind het goed, want dat alleen was die oplossing in feite voor mij hoor. Want ik heb zoveel andere dingen geprobeerd, dus wat andere middelen, maar het hielp niet. Het blijft groeien. Hè? En het groeit naar die pupil toe. Dus en als het daar komt dan. Wordt die blind. Hebt u verbetering gemerkt na die operatie? Wat is uw ervaring tot nu toe? Nou, dat ik voel me nu anders. Dus met mijn rechteroog, daaraan hebben ze eerst gewerkt. En het gaat nu en het lukt wel beter. Dus ik zie nu ook beter. Het hindert niet meer. Want ik had er last van. Dus maar nu
die gevoelens wat ik had zijn er niet meer. De Surinaamse regering in samenwerking met de regering van Venezuela en de Venezolaanse artsen werken mee aan dit project. Hoe vind je dat de regering van Suriname deze initiatief heeft genomen om u te helpen? Is toch een goede initiatief, want het is over het hele land en niet één persoon, maar het gaat niet op één persoon, maar op zoveel mensen die aan de missie kunnen deelnemen. Dus ik vind het goed. Well, I'm feeling okay. I had a problem with the cataract and I came here to get it cut. And I think it is very good. So I want to congratulate the group from Venezuela that came here to do so wonderful work. So on my behalf, I congratulate each and every one of them. Yes, because, you know, sometimes I couldn't have seen properly. But now, although it is not better yet, I can see better now. So I want to thank God for them. Yes, because this is not man's wisdom, this is God. Alles about God. Heeft het project tot nu toe een succesvol verloop? Tot nu toe wel, ja. Een succesvol verloop. We hebben van de 600 geregistreerden, waren ongeveer plus min 250 mensen geselecteerd. Hou me ten goede, ik heb de cijfers niet bij de hand. Maar het gaat om ongeveer 250 mensen. En dat van Nikeri en omstreken, Wageningen, de polders, maar ook de inheemse dorpen die onder ons vallen. En dat van het Kabalebo-gebied, dus Apura Washabo, en van het Wayambo-gebied, Tapuripa Donderskamp, Cornelis Kondre en Kalabaskreek. Vandaar komen alle mensen. Het gaat dus in totaal om ongeveer 410, 420 operaties. Omdat je moet nagaan, sommige mensen moeten aan beide ogen geopereerd worden, soms voor beide aandoeningen ook. Dus dan kan je bij één patiënt zelf 4 operaties hebben. Vandaar dus dat het aantal hoger ligt aan operaties dan patiënten. En als de mensen hier naartoe komen, hoe worden ze opgevangen? Hoe gaat het proces? Er gaat heel veel logistiek aan vooraf. We hebben daarom ook samen met de Venezolanen zodanig opgesplitst. We hebben in de eerste week van de operaties hebben we de mensen van de verre gebieden genomen. De mensen vanuit Apura en Wayambo hebben we met de boot laten overkomen. Allemaal bekostigd door het MMC, door de regering. Ook voor de Venezolanen heeft de regering gezorgd voor verblijf, transport. En we hebben de mensen dus laten halen uit de inheemse dorpen. We hebben voor onderdak gezorgd. We hebben ze hier opgevangen. En na de operaties worden ze dus ook weer gezien door de oogartsen voordat ze weer worden gebracht naar hun plek. En dat wordt allemaal door ons geregeld, ja. Mensen die zich hebben opgegeven gaan door een screening. Waaruit bestaat die screening zoal? Oké, de screening was geweest om te kijken, leiden de mensen wel aan grumetti en cataract? Want iedereen die met oogaandoening, we hebben iedereen opgeroepen, we hebben het bekendgemaakt, we hebben promotie gedaan. Iedereen die last van hun ogen had, kon zich aanmelden bij de desbetreffende polies van ons hier. En in het Kabalibo en Wayambo gebied, bij de polies al daar. En daar zijn ze dus geregistreerd geworden. Onze oogarts, onze vaste oogarts van het MMC, dokter Poveda, is dus meerdere malen afgereisd naar die gebieden om de mensen alvast als eerste te screenen. En kijken als de mensen dus daadwerkelijk cataract en grumetti hadden en of grumetti hadden. Daarna is het Venezolaans team gekomen en zij hebben dus gekeken als de mensen niet ook extra aandoeningen hadden. Ze zijn met hun eigen apparatuur gekomen, hebben ook gebruik gemaakt van het apparatuur van het MMC. En daarbij hebben ze de mensen dus kunnen screenen op basis van heeft men ook daadwerkelijk alleen cataract en grumetti of heeft men ook andere aandoeningen. Natuurlijk zijn ze ook met internisten gekomen, omdat patiënten die namelijk chronische ziektes hebben, hoge bloeddruk, suikerziekte, dat allemaal eerst onder controle moest worden gebracht, alvorens ze in aanmerking konden komen voor de operatie. We hebben dus hier ook in het MMC de mensen laten overkomen van de gebieden om foto's te maken, röntgenfoto's te doen, ECG, dus hartfilmpjes te doen, labonderzoek. Het was een hele screening weer op zich. En daarbij hebben dus de Venezolanen alle dossiers nagekeken om te zeggen van oké, deze patiënten zijn ready voor de operatie.
Ambassador, why was the Milagros project initiated? Este proyecto comenzó en Cuba. This project is began in Cuba Hugo between President Hugo Chavez Frías and President Castro. In the first, it was it began there was they put the name of Sandino Project Sandino. This project is created for the president to look at how the poor people was and the vision of this project was to give a vision of the people of the poor people in everywhere. In 2006, it began the international project. And the doctor from Venezuela went to Cuba to prepare everything. And is after that, the project was in every international countries. This project is in all the world, inclusive in Palestine, not only in the South America and Caribe, but it's also in Palestine. It was in 2015 when President Nicolas Maduro came to Suriname and was talking with President Desi Delano Boutelser, and they talk about the project, and it's the moment when it's coming, the project, they asked to come the project to Suriname. What is Venezuela's contribution to this project? This contribution is a human contribution. It's not for economy, it's for the poor people who can get a good vision in Suriname. And how is this project financed? This project is financed for the both country, for the Bolivarian Republic of Venezuela and for the Republic of Suriname. And what can you tell us about the medical specialists that are working for this project? These doctors is an international doctor who is working in every country, also in Venezuela, in Venezuela. They are specialists of ophthalmology, the specialist. This medical doctor is not only ophthalmologist. They have an internist, anesthesiologist, instrumentist, and also ophthalmologist. This group is help for the Ministry of Health and also for the government. And what does Venezuela gain from this project? What is Venezuela gain with this project is to be the happiness people in Suriname to look the vision and to see how the people is the vision is coming where.